extreem geweld tegen de politie. En het einde is niet in zicht. De volgende protesten zijn al aangekondigd. Politiegeweld is altijd afschuwelijk. Het ziet er naar uit. Ik bedoel, dat vind ik ook. Maar ik sta achter de beslissing en ik vond het onvermijdelijk. Ja, onvermijdelijk. Dat was mevrouw Halsema bij Sofie en Jeroen gisteren. Ja, heeft zij een punt? Dat heeft ze zeker. Ja, ja, het was wel degelijk onvermijdelijk. Ik bedoel, de ellende begon zichtbaar op maandag. Mm-hmm. Toen mochten ze demonstreren, alleen onder bepaalde voorwerpen. We gaan geen tenten opslaan, we gaan de gezichten niet bedekken. Demonstreren, prima, maar niet met intimidatie, fortificatie. Ja. Dat gebeurde allemaal wel. Amsterdam spande ook de kroon. 36 arrestaties, 5 gewonde agenten en ammoniak tegen politiemensen. Ja, dat was woensdag, ja. Ja, was dit nog wel, of is dit nog wel demonstreren? Is dit nog wel, ja... Kan je dat nog wel een demonstratie noemen? Nee, nee. Dit was, en vooral woensdag, echt, dat was pure anarchie. Mm-hmm. En dat was pure provocatie, ook van de politie. Ik vind het heel verdrietig voor studenten, laten we dat ook niet vergeten. En voor goedwillenden die echt hun punt wilden maken. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk totaal ondergesneeuwd door dit echt geweld tegen wat dan maar ook. Goederen, mensen, onze agenten. Dit vind ik echt vreselijk om te zien. En ik snap echt niet, oprecht niet, wat mensen bezielt om zo tekeer te gaan. Om überhaupt een fles ammoniak mee te nemen. En bedoel, zo naar iemand te gooien. Dan ben je echt van het padje, hoor. Ja, want u zei het al, het gaat ook ten koste van mensen die gewoon wel vredig demonstreren. Gisteravond was er een zitactie bij in Amsterdam. Dat is wel allemaal vredig verlopen en goed verlopen. 2 minuten stilte hebben ze daar ook gehouden. Dat is een manier hoe je demonstreert. Bijvoorbeeld, ja. Ik bedoel, kijk, de politie wil ook alleen maar faciliteren. En het wordt nu zo, nou ja, geframed. Ze zetten het ook gewoon in een verklaring die ik gezien heb. All eyes on the police, heb ik nou gezien. Ja, dat is pure opruiing. Dat is aanzetten tot geweld tegen onze politieagenten... die gewoon onder gezag, in dit geval van burgemeester Halsema, optreden. Ja. Die staan dan niet, dat wordt een beetje gesuggereerd... alsof er voor een lol staan te mappen of zo. Het zijn agenten die gewoon iedereen willen helpen. Maar wat ligt hier dan volgens u ten grondslag? U bent al 13 jaar Kamerlid en gespecialiseerd in de justitie en veiligheid. Ja. Wat ligt hier aan de grondslag? Hoe kan het zo heel ver veel. Zijn gekomen? Ja, heel veel. Je kunt niet alleen zeggen dat het de maatschappelijke onrust is. Natuurlijk oorlog, Oekraïne, Gaza. Corona heeft natuurlijk het vertrouwen in de overheid... bij sommige mensen natuurlijk ook geen goed gedaan. Maar om hier nou... Dus een hele bundel wel van oorzaken. Maar dit hier kan ik nooit een rechtvaardiging voor vinden om zo op te treden. Mm-hmm. Er is gewoon eigenlijk ondermijning van het gezag van de politie. Absoluut. Dus, en dat nog van de burgemeester. Kijk, ik zag ook tekst van Femke, students will not forget. En dan met rood. Ik weet niet of het rode verf was of bewust zo bedoeld was. Maar kijk, dit is gewoon... daarom noem ik dit ook anarchie. Want dit is gewoon echt de wetten negeren en het gezag niet erkennen. Maar u staat nou in contact met politieagenten. Wat hoort u van hen? Ja, dat ze echt, ze lopen op een tandvlees al jaren. Maar dit is echt gewoon, kijk, ME is geen hoofdfunctie zijn, ME'er zijn. Het zijn agenten uit alle lagen van de organisatie. Ja, die doen het naast hun politiewerk. Precies. Kunnen ze ingezet worden als ME'er. Ja, en ik heb ook gewoon berichten van mensen die zeiden... Nou, ik heb al 3 keer zijn de verloven ingetrokken. Ik weet nu ook dat ik het hele weekend stand-by moet zijn... En die hebben ook een gezin, die hebben ook geliefden. En ze willen ook veilig naar huis. En willen ook gewoon een dag vrij of een weekend hebben. Of ja, of in ieder geval, als het dan toch moet... laten we dan daarna terugkeren naar huis. Dat je zegt van, nou ja, goed, ik heb moeten werken. Maar het was nuttig. Het was een demonstratie die ik heb kunnen faciliteren. Maar dit is geen demonstratie meer. Ja. Wat is uw boodschap dan aan de politie nu? Die dit weekend weer paraat moet staan waarschijnlijk. Ja, dat ik diep respect voor ze heb. Maar daar kunnen ze natuurlijk ook niet van leven. Ik zeg altijd maar de 3 O's. Hè, opvoeding, onderwijs en openbaar ministerie. Ik hoop dat het openbaar ministerie nu... omdat de eerste 2 bij sommige mensen niet geholpen hebben... nu de agenten ook gaat steunen met vervolging. Goed. Bedankt voor nu. Ja.